Hey, mijn naam is Nelleke Boontje en je kent mij van Floralist.nl, de place to be als het gaat om het maken van de mooiste bloemwerken. Maar vandaag ga ik iets anders met je delen. Er zit ergens ook een filosoof in mij en dan vind ik het leuk om bepaalde levenslessen die ik leer uit de natuur, om die met je te delen. En we hebben het al gehad over imperfectie. En nu wil ik je wat vertellen over het vertrouwen hebben in de natuur. En jij maakt deel uit van de natuur, dus... zo werkt het dan, zo zie ik het. Goed, vertrouwen. Vertrouwen van zaaien en oogsten. Je zaait een bloemzaadje en je gaat daar niet meteen een resultaat van zien. De eerste keer dat ik hier in de boerderij kwam wonen en we hebben een hele grote tuin, zoals je misschien kan zien, het is een beetje licht. Maar het eerste dat ik dacht van, wauw, ik ga worteltjes zaaien en ik ga komkommers en spinazie en sla. Maar ik ga ook allemaal bloemen zaaien, eremurens, alliums, zaaien of planten. Ik zag het helemaal zitten, dus ik was daarmee bezig, lekker. En een dag later ging ik kijken, ik denk, verdorie, ik zie nog helemaal niks. En nog een dag later, ik zag nog steeds niks. Een week later, ik was zo opgetogen van het feit dat ik iets had gezaaid en ik wilde graag meteen een resultaat zien. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet, want het heeft tijd nodig. Alles in de natuur heeft tijd nodig en dat heb jij ook. Als jij vandaag gaat starten met je typcursus, dan ga je morgen echt niet ineens goed leren kunnen typen. Dat heeft tijd nodig. Je hebt tijd nodig, verzorging nodig. En je moet dat bijhouden en pas dan ga je groeien. En dat was ook zo met de plantjes in de tuin. En op een gegeven moment, sommige na 4 weken, andere na 2, na een maand of na 2 maanden, ga je eindelijk echt iets zien wat dan lijkt op een plant. En dan soms heeft het nog niet eens bloemen. Maar zaaien en oogsten heeft te maken met vertrouwen. Je zaait iets en dan heb je vertrouwen dat je op een gegeven moment kan oogsten. Je hebt geduld nodig. Je geeft het goed water, je verzorgt het. En dat is met alles, ook met vriendschappen of met liefde. Je kan niet ineens verwachten dat er liefde is. Je zaait een zaadje. En de ander die, weet je, in een vriendschap is de ander die dat ook moet oppakken. En dan ga je een keertje afspreken. En weet je, uiteindelijk ontstaat er iets. En na een jaar of misschien na een paar maanden kun je zeggen van dit is liefde. En als je vertrouwen hebt dat het zo gaat. En je gaat natuurlijk heel veel zaadjes planten die niet uitkomen. En zaadjes die komen wel uit. Dus nagelang de hoeveelheid jij kan oogsten, dat heeft te maken met hoeveel jij gezaaid hebt. En dat vind ik een hele mooie wijze les.